Ja, oké, als de deur open gaat, dan gaat de timer in. En dan gaan we beginnen met deze escape room in mijn eigen huis. Oh mijn god, volgens mij... Oh, check hoe vet! Check hoe vet! Knol power! Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en zojuist werd ik uit mijn studio gehaald opeens door Mees. Kijk maar eventjes. Hey Enzo, ja. Heb je tijd voor een challenge? Oh, challenge, wat voor challenge? Heel kort, 5 minuutjes om even rust te nemen van het editen. Ah, ja hoor. Oké, let's go. We gaan naar het Orbisbad. Het Orbisbad? Ja, je hoeft niet in het Orbisbad. Oh, yes. Je hoeft er niet in, maar we zijn zo goed aan het oefenen op jong leren, dus ik dacht... Kan je jong leren met Orbis? En ik heb het al geprobeerd, maar het is echt niet normaal moeilijk. Jong leren met Orbis? Omdat ze zo glad zijn, gaan ze echt uit je handen. Maar Miron, Maren, die denkt dat je dit kan. Ja, dat is wel een hele uitdaging. Oké, ik heb hier 3. Maak je eerst even een beetje droog. Ja, ik denk dat dat misschien wel lukt. Zo. Maar het is echt wel, ze stuiteren een beetje en ze zijn glad. Oké. Wow, gast, zo dichtbij kwam ik niet. Ik heb nog niet meer dan 1 rondje gehaald. Nee? Dit is echt... Maar jij hebt ze droog gemaakt. Ja, nou, droog gemaakt, ja. Het zit helemaal vol met water, dus helemaal droog zijn ze nooit. Nee. Maar als je een klein beetje zo doet, dan heb je misschien iets meer grip, denk ik hoor. En dan kan je wel een klein of beetje... Of jij bent gewoon veel beter, dat kan ook. Ze sluiten er heel uit. Dat is echt nice. Hij kan nog langer, denk ik hoor. Moet ik even een mooie bal. Je moet een mooie balletje uitzoeken, hè? Daar gaat het ook om. Dat is belangrijk, ja. Je gaat hem selecteren. Ik bedoel, uit deze miljoen Orbis zijn er maar iets van 20 goed. En hier heb ik er 3 van. Oh, dat was ook al best lang. Ja, dat was beter. Nice. Gast, sick. Oké, ik had het niet verwacht. Ik vind het echt nice. Ik doe het je niet na. Ah, thanks, man. Nou, leuke challenge, thanks. Ik ga verder editen. Het editen zit er bijna op, maar het heeft mij geïnspireerd en gemotiveerd om eventjes te jong leren met verschillende objecten hier in huis. Dus, Mees, jij mag iets aanwijzen en daarmee ga ik jong leren. En geen stoelen of zo. Nee, dat is best logisch. Dat is onmogelijk, maar je hebt meerdere voorwerpen waarmee je kan jong leren. Ik bedoel, als ik het al kan met deze Orbis, dan zou het ook wel moeten lukken met... andere voorwerpen. Dit is nog best leuk. Oké. Okay. Dit is niet helemaal rond. Dus dit is een beetje... Kijk of dit mogelijk is. Ja, dat is wel mogelijk. Hey, zie je wat ik in mijn handen heb? Dat zijn eitjes. Ah! Wil jij mijn eitjes zien? Maar wat heb jij een mooie strik om je eitjes? Zij willen al sinds gisteren dat ik dat liedje ga zingen. Maar altijd als ik dat zing, dan gaat Marvin helemaal stuk. Ik snap het ook niet. Ja, ik kijk naar hem op. Nee, ik snap het ook niet. Nee, helemaal niks aan. Oké, 3, 2, 1, go. Oh, het ging behoorlijk goed. Ging vrij soepel, toch? Okay. Heb ik het onder de knie? Ja, nu wel. Oké, okay. Volgende. Volgende, kom vast. Nou, ik zat... Oeh. Als ik er genoeg van heb, dan doe ik deze. Nee, we hebben er niet genoeg van. Ik dacht misschien bananen. Anders is het wel... Oh, ja, dat was wel vet geweest. Oh. Oeh, dat is ook wel goed hoor. Dit is raar, want dit is nog minder rond. Koffiecups. Dan die. Oké, het zijn eigenlijk hele lichte deze. Oké, daar gaan we. Wederom. Jong leren, maar dan met koffiecups. Dat is te makkelijk. Ja, dat was het goeie? Die was lang genoeg. Die was al meteen te makkelijk. Lekker. Maar wat hebben we nog meer in de keuken? Ja. Oeh. Mag ook iets uit de koelkast zijn? Ik heb geen idee. Misschien heb je wel iets. Ja, maar misschien gaat dat kapot. Nee, wat zie je? Doe maar. Het mag allemaal in mijn vlog. Ja, lekker hoor. Dit is wel... kattenvoer! Dit dingetje. Als dat kapot gaat, zou het zonde zijn. Ja, als ik dit laat vallen, dan kan het wel wat troep geven. Ja. Oeh, dit is wel lastig, want je bent zo gewend om iets ronds te gooien. En dit kan ook zo in je handen... Ja, zie je dat? Ja, dan valt hier al uit. Ja. Ja, oké, dit is wel lastig. Dus props als je deze hebt. Oké. Oh. Nou...
Wow! Lekker! Let's go! Zelfs lekker. Kattenvoer, man! Hou op met Ik denk dat er niet iets veel moeilijkers is. Messen. Oh, Lars, nee. Ik weet nog een hele moeilijke. Oh, wat gaat hij nou weer doen? Schuddenbuikjes. Dit is zo dit, klein. Als je dit meer dan 3 keer rondes lukt, ja. Dan heb je het leven gecheat en dan is het klaar. Dan is het klaar. Dan heb ik eindbaas verslagen. Maar gast, dit is, die schuddenbuikjes zijn zo klein. Je ziet het amper op camera, ja, dat. Denk ik. Oké, gaat hij, ja? Ja. Kan die? Hij kan. 1, 2. Hij doet niks. Je ziet ze niet, hè? Nee, ik zag niks, nee. Nee, oké, nu ga ik het echt doen, ja. Maar ik denk serieus oprecht dat je ze niet ziet. Ik weet ook niet of ik ze zie. Oké. Oh, oh! De 1, dat was anderhalf. Dat was anderhalf. Ja. Het begon bijna. Oh, dit is... Oké, dit is heel moeilijk. Schuddenbuikjes. Wow. Ja, dat is zo moeilijk. Het is zo klein. Oh, ik ving hem net niet. Nee, die was echt heel close. Als je hem dan hebt, dan heb je het. Ja! Oh! En dat zijn er 3. Ja. Oké, nice. Die was super sick. Lars die probeert het ook nog steeds, maar... Hé, maar ik zal je vertellen. Ja? Ik ga niet zeggen dat. Kijk maar gewoon. Het gaat wel beter. Ik heb echt gewoon 10 seconden. Nu niet meer. 1 boven. Nou, die heb ik nog wel. Nu wel onder de knie. Oh. Ik krijg ze gewoon tegen mijn hoofd. Je snapt het principe. Het gaat al beter. Myron. Hoe kan jij het nu ondertussen? Ik heb het echt al lang niet gedaan. 2 jaar. Kijk, dat is gewoon excuses. 7e dag in quarantaine is dit, hè? 6. 7e. Oh, nice. Even wachten. Waarop? Wow, jij hebt best wel een rare techniek. Ja, zij dus... Ja. Zijn broer is steeds hoger. Oh, ik kan het zo. Ja, ja, dit is hem wel hoor. Lekker, lekker. Ja, ja, ja. Ja, het gaat de goede kant op. Wat ik heb gezegd is dat je kan pas jong leren als je een minuut lang het doet. Dus, nu wil ik even laten zien aan jullie natuurlijk dat ik een minuut lang kan jong leren. Dus Lars die heeft daar de timer. En daar gaan we. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, Lars. Als je die eerst wel hoog gooit, bestap ik. Goed. Hij is on fire hoor. Hij heeft het al met zoveel dingen gedaan dat dit wel moet lukken. Ja! Woo! You got it! Nice. Ja, ik ben al blij als ik die halve minuut haal. Dat dus, is al, de uitdaging. Hè? Als jullie denken het lukt een minuut. Laat het weten. Pak ik de vlogcamera. En dan gaan we gewoon timen. En als je het een minuutje haalt, dan boom! Krijg je een certificaat? Ja, dan krijg je certificaatje, yes. Zeker weten. Ben je geslaagd bij de Enzo Jong Leer Diploma School? Zoiets. Nicole, ik wil je iets laten zien. Ik heb hier een doosje. Dit is een magisch doosje. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik ga hem hier neerzetten. Hij werkt alleen als ik hem vasthoud. Dus ik hou hem vast. Ja? En dan mag jij hem openmaken, ja? Ik wist dat ik zou gaan schrikken. Maar hij was niet zo... hij deed niet zo goed, hè? Nee, hij was niet zo heel erg, hè? Nee, niet goed. Je moest hem eigenlijk sneller open doen. Doen we hem sneller open nu? Gewoon opnieuw. Net als nooit gebeurd is. Oh. Ah, maar doet het niet. Nee, je moet hem echt verder open doen. Ja, zie je? Want dan pakt hij je. Opnieuw, nog een keer. Kijk, dan pakt hij je. Doe nog eens. Kijk, dat is de bedoeling. Maar ik ben benieuwd. Zal het bij Lars werken? Ja. Oké, ga ik even met het doosje naar Lars. Lars! Lars, ja. Waar ben je? Oké, ik heb hier een speciaal doosje, dus een magisch doosje. Dit doosje, oké? Ja. Ik zet hem hier neer. Ja. En jij pakt dit bolletje en je trekt hem zo snel mogelijk naar je toe. Om hem open te maken. Krijg ik geen schok of zo? Dat viel wel tegen. Ja, ja, dat viel wel tegen. Oh shit, wow, dat is echt raar dan. Oh, je moet echt doortrekken. Ja, dat moet ik toch zeggen. Ik denk maar tot hier, toch niet maar tot zo, maar als je zo doet, pakt hij hem. Ja, dan pakt hij je.
Maar daarom, het ziet op internet ziet het er leuk uit. Maar als je het dan echt daadwerkelijk wil doen, is het best lastig. Dat ben ik niet echt. Maar als je dit helemaal naar je toe trekt en dan grijp je... Oh, dat schrik je wel, hoor. Heb je Mees al geprobeerd? Nou, die zit te poepen hier. Ik denk dat hij alles heeft gehoord. Oh. Mees! Mees! Lekker gepoept? Ja. Nice. Kom eens. Ik heb hier een doosje. Ja. Die ken je al, of niet? Ik weet wel dat het niet... Ik ken hem niet, nee. Nee? Oké. Je pakt dit balletje vast. Ja. En je haalt hem zo snel mogelijk naar je toe. Ja? Ja. Oké. Echt uittrekken. Ja. Ah, jij schrok. Jij schrok. Yes. Hij schrok. Ben je helemaal klaar mee? Zag je hem schrokken? Ik wist wel dat er iets uit ging komen. Alleen toch ben je niet voorbereid of zo. Nee. Hetzelfde als je zo'n filmpje ziet van zo'n slang helemaal vanaf het begin van de start helemaal zo. En dan uiteindelijk... Dan komt hij in je gezicht en dan zit je van... Ja, klopt. Je schrikt toch. Lekker hoor. Heb ik toch nog iemand laten schrikken met dit doosje, gelukkig. Zoals wat? Ja, ik ga er even over nadenken. Wel iets doms gewoon. Lars, die zit daar vet droog. Call of Duty, Warzone is hij aan het doen. Hij zit daar vet droog met zijn controller. En in één keer uit niets. Hé hey Enzo, we moeten vandaag echt iets heel doms verzinnen voor je vlog. Gewoon echt iets legendarisch. Dus ik zo, ja dude, wat? Zo droog gaat het niets in één keer. Oh. Ik kom er later op terug. Dan heb ik iets bedacht wat je denkt van dit is het. En dan gaan we het doen. Oké, is goed. Nou, dan krijgen jullie dat nog te zien vandaag in de vlog. Maar het is echt weer knijters mooi weer buiten. Alleen, ja, het is aangeraden om niet al te veel naar buiten te gaan. En als je naar buiten gaat, hou 1,5 meter afstand, dames en heren. Het alarm op mijn telefoon ging net af. Het NL-alert. En daarin staat ook, hou alsjeblieft de afstand. Die wordt aanbevolen door... Het RIVM, dat is wel echt heel erg belangrijk. Dus luister daar alsjeblieft naar, mensen. Want anders gaan de besmettingen alleen maar omhoog. En dan wordt het dodenaantal alleen maar erger. En het is al erg hoeveel doden er zijn gevallen door het coronavirus. En het is nog steeds bizar allemaal. Maar luister alsjeblieft naar wat er allemaal wordt gezegd. En dat is onder andere de 1,5 meter afstand. Maar goed, wij gaan ons best doen om weer wat domme dingetjes te verzinnen. Lars zelfs een legendarisch dom ding. Dus dat krijgen jullie nog te zien vandaag in de vlog. Maar ja, het is heel erg mooi weer. Maar ja, moeten we maar even kijken of het verstandig is om naar buiten te gaan of niet. We gaan eventjes nadenken. Hij schrok zo hard. Dus even rustig aan het live gaan op Instagram. Jij vraagt of je wil komen jongleren. Nee, kom even brengen die balletjes. Lars die is nog steeds bezig met het livestreamen op zijn Instagram. Dus laten we weer eventjes dat alarmding pakken en kijken of we hem alweer kunnen laten schrikken. Verf je baard? Nee, ik wil best mijn haar verf. Weet je wat dat doet voor een video? Voor jouw video. Ik heb een A few moments later. En nu meteen nog een keer. Ben je al langer dan... Ik blijf er ook in trappen, het is ongelofelijk. Oké, nu stop ik. Lekkere broodjes en een lekker soepie. Tomatensoep. En dat doen we als middageten. Maar waar ik ook heel erg veel zin in heb, een augurk. Oh, lekker, ja. Ja, dat is lekker, hè? Ja. Dat gaat er wel even in, hoor, een augurkie. Ja, die knoop schijnt, dat weten we. Boem, boem, boem. Oh, nee, wacht. Lekker? Wacht, één keer. Ja, echt lekker. Heb je met je vingers in gezeten? Ja. Hoe moet ik dat dan doen? Met de vork. Oh, sorry. Heb je nou met je vingers in gezeten? Ja, als jij het doet, doe ik het ook. Mmm. Ja! Lekker. Kijk, komt hier luisteren. Wat doen jullie? Wat zijn jullie aan het doen? Ah, we proberen, zeg maar, dat je hem overgooit. We willen eigenlijk dat hij een jongleer is en dan ik... Vaar 1, vaar 2, dus zeg maar dan ga ik door. Dus we gaan zo, boem, boem, boem. Oh, wacht even. Zo, boem, boem. En dan gooi ik door. Snap je het principe? En dan... Ja! Dat is vijf, maar dan terwijl we gewoon allebei aan het doen weer zijn. Oké. Dan met z'n drieën, gewoon dat, zo, dat ik hem dan naar jou speelde. Ja, jullie zijn wel die jongleer games aan het levelen. Uppen. Ja. Die 1 minuut, dat is wel een challenge, maar dat gaat me waarschijnlijk niet lukken. Tuurlijk wel, niet opgeven. Die minuut gaat jou lukken. Maar niet binnen deze 2 weken, denk ik.
Jawel. Iets meer oefenen. Tuurlijk wel, komt goed. Hey, we zitten pas op dag 7, hè? Dat is de helft. Ja, we hebben nog 7. Hey, kijk hoe ver je nu al bent gekomen. Komt je mee, komt hij, dit is hem. Wie begon, ik of jij? Let's go! Oké, dit is echt sick, want Lars en Mees de hele tijd aan het oefenen waren, deed ik ze net met Mees voor de tweede keer al. Echt. Ja, heel goed. Echt. Ja. Oh, ja. En nu weer terug. Dat is de challenge. Oh, shit. Oh, hij moest weer terug. Ik ving hem, ja. Maar daarna deed ik hem niet goed terug. Ja, maar het is moeilijk. Het is echt al lastig, hoor. En rechts, links, rechts. Oké, nu heb ik hem onder controle. Ah, ik zat daar. Dat was mijn andere hand dan je net deed. Dus ik zat kut. Kijk, goed onthouden welke hand. Zie je dat hoofd? Ja, nee, hij doet. Hij doet dat. Heb je honger, Mees? Ja, ik heb best honger. Ja, dit is beter. Dit is top. Teruggooien. Nee! Mees, nee! Je moet teruggaan! Nee! Ik gooi hem niet hoog genoeg. Maar we kunnen hem hebben. Hier, nu hebben we hem. Gast. Maar ik zou wel naar Mees gooien dan mee beginnen. Ja, dat is wel beter. Oké. Okay. Nee, maakt niet uit. Oh nee, ik ving hem mis! Ik ving hem! Oké, okay, laat, we moeten eten, kom op. Ja. Jongens, eten. Ach, nee, dit is het niet, dit is hem. Dat was het. Jij nog één keer naar mij. Oh, weer verkeerd. Oké. Ik zat weer. Kijk, dan was het eten wat koud, maakt niet uit hoor. Zo jammer dat je hem dan second try hebt en dan. Oké, Mees, gooi terug. Terug, 1, 2. Nee! God, Mees kan het niet. Mees raakt helemaal de weg kwijt. Dat was verkeerd. Volgens mij moet het gewoon als ik begin. Dat werkt volgens mij het beste. Dat was kut gegooid. Gast! Ze gaat er allemaal weer commenten. Weet je, ga je vanavond weer opmaken voor nee, mij? Nee, zeker niet. Dan vanavond zal ik in bed liggen. Weet je? Oh, mag ik dan mijn baby zo even? Wil je vanavond mijn luier omdoen? Ja. Mees, alsjeblieft wil je mijn luier omdoen vanavond? Ja, is goed. Ik kan het ook wel nu doen. Het optimum. Maar Mees, je had de baby eigenlijk even in een bad moeten leggen. Zo naar voren. Ja. Met mijn neus vond die zo lang in zijn rekt. Soepje eten opwarmen. Ja, ik zit in bad. Kom maar, jongen. Hey, ik denk dat het domme idee van vandaag best gelukt is. Blijf maar zitten. Hey, jongen, lekker soepie. Dankjewel. Ik ga ook even blijven zitten. Lekker soepie voor Mees in bad. Lekker, joh. Liet ze vallen. Ja. Liet hij het nou vallen? Ja, er zit ook een beetje soep in de orbits. Voordat we erin gaan, en wat is dit nou weer? Is het koud? Nee. Dat is chill. Dat ziet er raar uit. Je ziet zijn voeten niet. Nee, helemaal doorwerkt. Oh, wat sneu dit. Ik word sowieso teruggepakt door het mees. Waar is dat kaas voor eigenlijk? Is dat gewoon nog zo'n lekker in soepje te dippen zo? Hoe heb je dit nou zojuist gedaan? Ja, is dat niet de bedoeling, hè? Het is lekker, joh. Is het lekker? Ja, het is echt lekker. Moet ook proberen. Oh, ik moet er echt niet aan denken, gewoon. Nee, waarom niet? Waarom? Een combinatie. Ik doe gewoon kaassoep, hoor. Ja, maar nee, ik doe lekker broodje, veel beter. Nou, ik vind het wel prima. Ik vind het wel kaas lekker. Ja. Oh. Mm.
Oh, we hebben ook nog een broodje met chocopasta. Mees is achtergekomen dat zijn soepkom drijft in de Orbeez. Nee hoor, dat zijn gewoon mijn benen. Oh, oh, ik dacht echt dat hij drijft. Dreef. Dreef. Ik ben best wel dreef, vriend. Ja, kijk, dat kan wel gewoon. Je kan gewoon dingen op neerzetten. Ja, op neerzetten. Ja. Maar check it. Kijk, deze is nu niet meer zo zwaar, maar uiteindelijk gaat het volgens mij zinken. Hoe droog ziet het eruit? Kijk. Oei. Ja, mijn broodje moet niet. Hier komt die mees. Oei. Is echt een wit ding. Ja. Onder het bord. Het is echt heel wit. Het ziet er zilver uitje. Wow. Wat? Is dat echt wit? Je hebt hem eens uitgepoept. Nu is het zo dat Lars zei dat hij echt een heel erg dom idee wilde bedenken vandaag om te gaan doen in de vlog. Maar ik denk dat we dat even moeten uitstellen, ja, Lars. Want we hebben hier twee dames, Nicole en we hebben Myron. En die hebben serieus de hele tijd gewerkt aan een escape room. Hier, in mijn eigen huis. Dus je hebt verschillende kamers, anders ga even bij elkaar staan en leg even de regels uit wat we wel en wat we niet mogen doen met deze escape room. Allereerst, telefoontjes uit de zakjes. We moeten onze telefoons inleveren. Ja, leg maar ja, anders mag je vallen. Ja, verdomme, ik doe niet mee. Oké, mijn telefoon ligt daar. Prima, laat ik daar liggen. Oké. Heb jij je telefoon ook ingeleverd? Dat ligt daar. Ja, maar nice. Ik heb nog die pekkiefoon binnen. Ja, lekker. Lars heeft telefoontjes achterste. Let's go. Oké, we hebben ingeleverd. Ja, nou, je mag niet vals spelen, maar dat is best logisch. Oké, haal hem uit je kont. Oké. Niet slopen. En als er ergens een slotje zit, mag je dus niet het slotje slopen. Maar je moet echt met het sleuteltje, anders speel je vals. Hoor is de kamer ook? Nee, dat doe ik voor jou. Oh, ze praat specifiek tegen jou. Oké. Dus dat. Verder gewoon slim zijn. Gewoon slim zijn. Het is een heel logisch spel. Maar je moet gewoon de stappen volgen. Maar hebben jullie hem ook al opgelost? Ja, we hebben hem heel snel opgelost. Ze hebben hem zelf bedacht, pannenkoek. Ja, maar luister, straks bedenken hun dit en klopt er een puzzel niet, waardoor wij hem niet kunnen oplossen. Nee, ze zitten 24 uur in het hok. We hebben het echt. Nee, ik vertrouw ze wel dat alle puzzels kloppen. Ja. Waar moeten we beginnen? Kom maar mee. Oké, let's go. Escape room gaat beginnen. Ik ben benieuwd of we dit echt voor elkaar kunnen boksen. Ze zeiden zelfs dat, zijn jullie naar de wc geweest? Want je kan straks niet meer naar de wc, want als je opgesloten zit, zit je opgesloten. Oh, ik ben iets vergeten te zeggen. Oh. De deur kunnen we niet echt op slot, maar je mag ze pas openen als wij het zeggen. Ja, wij zijn het slot. Jullie zijn het slot. Als jullie de code goed hebben en roepen, dan gaat de deur open. Oké, en de reden waarom ik een lamp heb op mijn camera is omdat alles donker is? Nou, daar is wel licht, maar is nog. Oké. Je ziet het wel. Spannend! Hebben we een timer? Kan in deze twee kamers. Nee, we doen gewoon een timer. Even een timer. Ja, de timer moet aan. Ja, oké. Als de deur open gaat, dan gaat de timer in. En dan gaan we beginnen met deze escape room in mijn eigen huis. Oeh, spannend. Ja? Oké, let's go. Go. Oké. Fuck. Wat is dit? Oh, de deur gaat dicht. Nee. Wat is het codewoord? Nee, wacht. Die zit er heel dicht. Fuck. Jullie zijn ontvoerd, maar wie heeft jullie ontvoerd? Er is geen enkele manier om contact te zoeken met de buitenwereld, alleen via de computer in de studio. Om bij de studio te komen moeten jullie allereerst alle andere obstakels uit de weg gaan. Begin, hier moet je wat mee doen. Ja. Begin hier en volg stap voor stap de opdrachten om erachter te komen wie jullie ontvoerder is. En ik weet wat het begin is. Blauw, groen. Nee, dit is roze. Dit is rood. Oh, sorry. Dus begin, dus B, dat is de rode. En gewoon kapot. Kapot maken. Ja, nice. Oké, wat staat er op dat papiertje? Oh, dat deed pijn. Wat gaat er staan? Een K. Een K. Van Knolpower! Yes! Nu blauw. Oké, nu blauw. Dan sluit het kapot. Oh, lekker. Oké, wat staat erop? Nou, we beginnen al goed. Er staat de D van Dick. Okay. De D, is het geen A? Dat is een A. Dat is een D, hoor. Dat is een A. Jongens, dit kan toch ook een hoofdletter D zijn? Ja, maar dit lijkt me wel logisch dat dit een A is, toch? Ik weet niet. Want een D schrijf je meestal niet. Ik doe een A met twee puntjes zo en een D met een rondje. Oké, nou, we gaan door naar de derde. Dat is de groene. Er is ook een groene. Ja, maar dat is een lichtgroene. Dat is een donkergroene. Oké, Lars. Die twee. Ik stap niet meer op. Dat gaat niet lukken. Hoppakee. Oké, wat wordt het? Oké, wat zit erin? Een T. Kat! Ja, kat! Ja, dat is niet... En wat staat hier? Wat is het codewoord om de deur te openen? Kat! Kat!
Oh, ik hoorde een bel die zei. Dit kunnen we nog niet openmaken. Hier zit een slot op. Oké, we moeten even kijken wat we hebben, jongens. Hier moeten we dus een codewoord hebben. En dit is een slot. Is er iets met een kat in je slaapkamer? Hé, hey, daar zijn sokken, is dat normaal? Sok! Oh, sok de poes! Ja, sok de poes. Ja. Is er eentje volgespoten? Even voelen. Ik heb een sokkie hoor. Hier ook spulletje. Maar hoe. Staat er nog iets van een clue daarop? Wacht, we moeten ook logisch nadenken dat ze ook. Gaan ze allemaal losmaken? Ja, ik wil erin moeten voelen. Ja, er zit iets in. Ja? Ja, ja. Wat zit daarin? Nou, ik voelde net in een paar dingetjes voelde ik iets. Hé, hey, een sleutel. Ja! Yes, je hebt de sleutel. Oké, okay, lekker. Openmaken die handel. Dit is spannend. Hé. Hey. Het slot is eraf. Er zitten papiertjes in. Oh. Jeetje, jullie zijn slimmer dan ik dacht. Hierbij jullie eerste puzzelstuk. Deze gaat jullie helpen bij jullie ontsnapping. Bewaar hem goed en ga op zoek naar alle andere stukken. Oké, dus die moeten we bewaren en gebruiken. Dan moeten we al die la open gaan trekken, lijkt me niet, toch? Nee, dat lijkt me niet. Hier staat wat het code wordt om te openen. Ik denk dat we hier iets ook mee moeten doen. Ja? Maar zit er niet ergens iets op getekend of zo? Ja, hier zit zwarte stukken. Ja, inderdaad. Dit is hier op getekend. Kijk. Oei. Ik denk dat we hier met de deur kunnen openen. Oké. Okay. We gaan er snel doorheen, hè, zo. Ja, tot nu toe hebben we ze allemaal. Oh, kijk, hier is ook nog op getekend. Ja. Ik ben benieuwd of we hier echt iets uit kunnen halen. Ik ben goed aan het kijken of ik niet eentje mis waar nog op getekend is. Nee, oké, hiermee moeten we dus waarschijnlijk iets gaan maken, een woord. Misschien kunnen we dit wel. Dat is van puzzel. Ja, dat zat ik ook naar te denken. Wat is dit dan? Ja, dat is een puzzelstuk. Dat is wat je net opschreef, puzzelstuk. Maar er zitten al twee C's in. Oh, wacht eens even. Misschien zijn het al twee losse woorden. Dat kan ook. Pech. Pech en... Vilk. Flik. Dit is moeilijk. Cliff. Pech en Cliff. Oh, ik hoorde weer een Nee, dat gaat denk ik niks van. Alles met, ik denk dat het misschien zo is dat alles met de bovenkant, dat het bij elkaar hoort. Ja, dat zei ik, maar zoiets. Dat waarschijnlijk CH niet. Denk ik, want dan is dit samen. Staat hier niet ergens nog een iets in? Nee, dat zou ik ook aan te zoeken. Ja, ik zag hier wel iets van dit. Ik weet niet ja, of nee, dat is een komma. 1. Hier is het een 9. Dit is een 9, hoor. Maar dit is het codewoord om de deur te openen, sowieso. Dit is het codewoord om de deur te openen. Ik denk dat ik het weet, alleen ik denk dat het verkeerd is gegaan. Volgens mij is het dit. Flipcheck! Flipcheck! Is het woord flipcheck? Mm-hmm. Ja! Maar het is alleen niet goed geschreven, maar dat is niet erg. Flipcheck. Dan missen we denk ik de K. Ja, we missen gewoon een letter. We missen ergens een K. Dat was het. Inderdaad, het is... Hé, lekker bezig. Goed, hé, meester. Yes. Lekker. Hier, check dan. Dus we mogen nu eruit? Oh, we mogen niet eruit. Dat is dus Mees! Niet... Mees! Flipcheck! Ja, oh, mogen we er nu uit? Nog steeds niet. Moeten we allemaal een flip doen? Oh nee, wat moeten we allemaal een flip doen? Moeten we allemaal een flip doen? Ja, nee, dit vind ik eng man, dat heb ik een tijdje niet gedaan. Oei, jij eerst Lars, dan hangt het van mij maar af. Oké, Lars doet er nu ook één. Oh, je had ook moeite mee. Ja, dat is wel eng hoor, in je slaapkamer. Ja, oké. Moet ik er nog eentje doen? Oh. Ik kan het. Ja? Oeh, dit is wel echt een tijdje geleden. Ja. Ik heb het ooit gedaan in mijn slaapkamer. Hey, meestal kan je wel een beetje spotten hoor. Oh fuck! Gast! Wat? Oh, de deur is open! Yes! Holy shit! Oké, okay. Hey, we moeten onze puzzelstuk meenemen. Oh shit, tuurlijk. Dit moeten we bij ons houden. Los de woordzoeker. Ja, los de woordzoeker op. Dit is de code om de deur te openen. Ook meteen de volgende aanwijzing. Kom. Los de woordzoeker op. Oh, hier. Kijk wat ze hebben gedaan!
Wat? Ja, dit is een ei. Misschien moeten ze daar straks in gaan gaan. Maar hier is de woordzoeker. Dit is de woordzoeker? Ja, dit allemaal, denk ik. P plus puntje, puntje, puntje. Oh nee, de toe zit ook op slot. Kijk hier. Hoe hebben ze dit gedaan? Dit is echt ziek. Dus P plus... Plus wat? SL. Wat eindigt er op SL? Wat? Oh, we moeten deze dingen hebben. Dat zijn die puzzelstukjes. Ja. Maar wat is dit? Een slot? Dat is een pan. Dat is een pan. Pot! Slot. P plus min SL. Slot. Dus pot. Dat is pot. Nee, maar dit is geen slot, dat is een pan. Hè? Maar we moeten een sleuteltje zien te krijgen. We moeten niet... P plus puntje, puntje, puntje. Ja, ik zei het al. We moeten eerst dit doen. Wil jij aan jou de heer? Ja, ik ben de vismeester. Ja, daarom. Ja, klaar voor? Gaan we vissen. Oei. Dit is moeilijk hoor. Ja. Ja! Maar staat hier iets op? Ja! Wie gaat erin? Oh mijn god, nee. Wie gaat erin? Gaan we niet eerst even het andere checken voor zekerheid? Oh, wie gaat erin? Ik denk dat we erin moeten graaien. Die andere even pakken misschien? Ja, die andere ook. Ja joh, misschien staat er wel een grapje, hoeft niet ofzo. Dat zie ik ze nog wel voor aan. Moeilijk hoor, dat is vissen. Ja, we mogen niet vals spelen. Daniel, where are you at bro? Ja. Ja. Lekker. Nee, hier staat niks okay, op. Dan maar misschien staat er nog waar. Ik denk dat ik serieus meteen de goede had hoor. Ja, dan hadden we er gewoon in moeten. Ja, nu opeens wel hè, nu ik hem niet beter krijg. Nee, maar anders zijn we tijd aan het vloeien misschien. Oké, dan gaan we voor. Wie gaat doen? Ja, ga jij ermee. Oké. Maar de vraag is of ik er... Fuck is dit? Het is allemaal slijm! Oké, ik ga voelen. Nee, het is allemaal zout. Oh, hier. Oh. Heb je iets? Ja, sleutel. Heb je de sleutel? Ja. Oh, de sleutel. Ja, lekker. Moet hij hierin of moet hij hierin gaan? Dit is echt geniaal. Een escape room in mijn eigen huis. Ik weet niet of hij hierin moet. Nee, in deze natuurlijk. In deze. En hier op de achterkant staat namelijk waar we naar moeten zoeken. Zoeken? Dit is een vergroot glas. Hé, je hebt het slot eraf. Oh, dan moeten dit ook. Lekker bezig. Ik ga erin, wees. Jij moet erin. Dan roep jij wat er staat, gaan wij het oplossen. Okay. Oh, daar is het puzzelstuk. Kijk daar. Ja. Hé, maar jongens, dit is slot inderdaad. Slot. Okay. Slot. Dus dat is pot. Pot. Ja, dit is... bij mij staat J plus, puntje, puntje, puntje. Wat is dit? Pan? Een pan. Nee. Ei. Sorry. Dat is dus jij. Jij? Slot, jij. Nee, pot, jij. En hier staat min UR. Daar staat een deur. Een deur. De. Pot, jij, de. Oh, pot. Oh, die had ik al open genoemd. Oh. Pot, jij, pot. En hier staat nog iets, hè, hieronder. Oh. Wat staat daar? Kat. Oh, de T is de N, dus het kan. De pot op. Kan jij de pot op? Hé! Hey. Kan jij de pot op? Je kan de pot op. Je kan de pot op. Dus lag die er al, of was die... Nee, die hebben we meegenomen net. Maar deze mag ik pakken, toch gewoon? Ja. Ja, die mag je van de muur pakken. Oh. Je kan de pot op! Je kan de pot op! We horen niks. We weten niet of we het goed hebben, mensen. Je kan de pot op! Maar we hebben hier het volgende puzzelstuk. Die moeten we tegen elkaar aanleggen. Okay, dan krijgen we iets. Nou, dit werkt nog niet, maar zoiets is het wel. Maar volgens mij zijn ze er gewoon niet meer. Nee, maar deze moet nog open. Oh ja. Oh ja. Kijk, deze zit dicht. Maar je kan de pot op. Heb je die pot al open gedaan? Ligt er verder geen sleutel of zo? Nee, ik zat te kijken, maar nee, misschien zo. Zie je? Ja, is lekker en zo. Ik zei het toch, het was... Je bent zo sukkel! Je kan de pot op! Ja, hij zegt ik heb hem even dichtgeklapt net. Nee, ik had deze dichtgeklapt. Ja, no shit, we dat nooit meer vinden. Oké, mag je hem ook maken, Mees? Ja, doe maar in, alsjeblieft. Hey, puzzelstukkie! Ja, we hebben een nieuw puzzelstukkie! Oké, dan maar, er ligt nog een briefje en die moeten we ook eventjes... Oh, een woordzoeker! Oh, dit is de code. Dat was alleen daarvoor. Oké, maar we hebben een stift nodig dan. Nee, die moeten hier wel ergens op achtergelaten. Ja, dan moet hier ergens een stift liggen dan. Ligt hij niet in het ding? Nee, ligt hij ook in het bad. Oeh. Waar ligt een stift? Ik ga even vragen. Ligt er een stift in de badkamer?
zijn ze vergeten. Volgens mij. Zijn jullie toevallig de stift vergeten? Ja, dit is. Hoort echt gewoon. Ja. Maar dit is wel leuk, het woord wat hier komt te staan. Oh, hey! We moeten dit oplossen. Ja. Als we deze hele alle woorden hebben gevonden, dan mogen we dat. Keuken. Keuken. Wat staat hier ook tussen? Oh, ja, keuken. Oké. Keuken. Oké, die hebben we. Sok. Sowieso denk ik het woord sok, ja. Ja, sok. Sok. Nice. Oké, feest. Staat er bij? Ja, feest. Ja. Feest. Zo. En? Toilet. Hierboven. Toilet, ja. Staat hier ook bij? Ja. Ja. Toilet. Oh, lekker bezig. Staat bijten. Oh, ontbijten. Hier. Ontbijten, helemaal lang. En hier badkamer. En hier en zo. Badkamer. En zo. Oh nee, jawel. En zo. En hier ontbijten. Vanaf hierboven tot helemaal onder. Oh, lekker. Ontbijten. Nice. Lars moet ook ergens staan. Hier. Nice. En die was snel gevonden. Je moet een woord kijken en zoeken. Ja, mees is niet zo moeilijk. Mees. Huis is ook niet zo moeilijk. Huis. Huis. Ja, dit gaat lekker hoor. Knolpower! Ja, dat zie je wel, inderdaad. Knolpower! Zodra je het woord zegt, dan zie je hem bijna al meteen. Dus ja. Escape! Maar besef hoe sick het is gemaakt, man. Oeh. Poes. Oh, ik hier, escape. Escape? Is dat ja? Ja. Maar nu dat je alles door hebt gekrast, wordt het steeds moeilijker. Slaapkamer, dat moet er ergens zijn. Dubla, ja. Slaapkamer. Ja, dat is een goeie. Als je op zoek bent naar een woord en er zitten twee A's in of O's of E's, dan kan je het best wel snel vinden als je daarop gaat zoeken. We hebben nog... YouTube hebben we ook, hè. Zwembad. Ja, de Griekse zijn moet je gewoon van, nou hier. Hier, zwembad. Oh ja, en als de YouTubers... Oh ja, YouTube. YouTube. En... Oh. Zwembad. Oké. WC-rol. Oh mijn god, WC-rol ook, ja. Alleen nog poes. Wc-rol. Poes. Ja, dat is de enige. Waar is die? Dus een P en een S dicht bij elkaar. Ja, poes. Poes. Oké, okay, yes, we got it! E. Nee, dat moet niet. Je moet hem gewoon alleen oplossen. Los de woordzoeker op. Nu is hij opgelost. We hebben hem opgelost! Ik denk dat we een woord uit moeten halen. Denk je niet? Moet je er een woord uit halen? Ja, ik zei het. Ja, we moeten een woord dus twee keer E, je schrijft gewoon de letters op. Even kijken, ik ga ze omcirkelen. De L. Meestal is het op volgorde, maar ik denk het nu eerlijk gezegd niet. Hier. Ja. Een E. En dat was het volgens mij. Oké. Eettafel. Eettafel! Yes! Eettafel! Nice! We kunnen gewoon door naar de volgende. Nice. Dit is chill. Oké, we gaan door. Waar moeten we heen? Naar de woonkamer? Oh mijn god, volgens mij... Oh, check hoe vet! Check hoe vet! Oké, wacht. Er hangen ballonnetjes en er liggen hier... puzzelstukjes. Dartpijlen. Oh, de puzzelstukjes. Pak de puzzelstukjes. Wow, dit is echt serieus heel erg sick. Oké, we moeten gaan darten. We moeten deze kapot gaan gooien. Oh, wat ligt hierin dan? Oh, ik zie hier al wat in liggen. Oh. Een sleutel. Jij hebt kleine handjes, jij kan die pakken. Oh. Oké. Wat was het voor? Eettafel. Dus ga je naar? De eettafel. Oh, we moeten naar de eettafel. Want dat was het woord. Wat hebben we bij de eettafel dan? Ik denk ergens onder. Ja, ik zie daar wat. Ja, ik zie inderdaad dat. Wat ligt hier dan? Er staat een code. Een code onder? En een puzzelstukje. Hier, puzzelstukje. Yes, een puzzelstuk. Oh, nice. Halen we die er vanaf? Ja, moet wel voorzichtig gebeuren. Nice, mees. Ja. Oké, we halen het puzzelstuk eraf. Ja. Hoppakee. Oké, leg maar op tafel. Wat hebben we? Oeh, we hebben allemaal data, lijkt het wel. Oh, dit zijn... Wat zijn het? Ik denk gewoon met... Is het niet met darten? Nee, dat denk ik niet, want er liggen gewoon ballonnen.
Met darten? Dat we dit moeten gooien met darten bedoel je? Nee. Ja, we moeten hier iets mee doen. Wacht. Oh, is er misschien... Wacht, ik weet het. Ik weet het. 26 min 15... Ja. ...is 14, min 5 is 11. Dit is een som. Dus we moeten 11 gooien. Of niet? 26 min 15... Nee, er staan streepjes. Ah nee, dat... Hè? Dat is al 11. Wacht. Huh? Ik snap het niet. Misschien moeten we wel die dingen leeggooien. Staat daar iets op? Al die nummers daarop. Hoeveel cijfers zijn er in totaal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oké, okay, dat zijn maar 8. Staat niet op elk zo'n ding 2 cijfers? Misschien, want het zijn 4 dingen. Misschien zijn het 4 sommen, dus 26 min. Maar dat zou raar zijn. Ik denk dat misschien op elk zo'n ding 2 cijfers staat dat je die moet gooien. En als je raar gaat, heb je 1 cijfer opgelost. Dus we gaan gewoon gooien. Ja, gewoon schijt. Oké, okay, nou gooi maar dan. Nou, Lars gaat voor de eerste keer. We gaan om zijn beurt. Oei! Dat is moeilijk. Oh. Nou, Lars is geweest. Nu gaat Mees. Oh. Hey! Ik heb er eentje. Je hebt er eentje geraakt. Dat is deze. Oké, okay, laten we die eens even openmaken. Niks. Er zit helemaal niks in. Ik denk dat we ze allemaal gewoon open moeten schieten. Ja, met de dartpijlen. Oei! Je moet best wel hard gooien. Ja. Zo, dikke shot. Oh. Oei. No! Oké, je hebt er eentje. Oh, waar is die? Waar is dat dingetje? We hebben de grond. Oh, waar? Oh ja, hij ligt daar. Oké, okay, wat gaat het worden? Maar misschien is dit wel een som of zo, dat hier het antwoord erop staat. Staat er weer niks op? Staat er weer niks oh, op? Staat, dit was tijdverspilling, sukkels. Oh mijn god. Dit is gewoon tijdverspilling. Ja, maar... Ja. Maar toch wil je ze eigenlijk allemaal kapot maken. Ja. Ik gooi hem gewoon een keer. Ga je nog een keer gooien? Ja, ik gooi hem gewoon een keer. Je weet het niet. Je weet het hier niet. Moet iets mee gedaan worden, mensen. Ik ken dat nog als de puin. Serieus, hier moet iets mee gedaan worden. Dat kan niet anders. Maar wat moeten we hiermee doen? Ik snap het niet. Wat moeten we hiermee doen? En hier staat ook sowieso een woord of zo. Kijk. Waar zouden die nummers kunnen staan? Ja, dat is een 26 vraag. Min 11 min 5 min 11. Dat is 0. Ja, we moeten iets... 9 min 14. In de Orbeez misschien? In de Orbeez? Ja, we kunnen het altijd vervoelen toch? Die Orbeez staan er niet voor niets. Zullen ze iets verstopt hebben in de Orbeez? Hebben jullie een tip? We willen best een tip. Die cijfers hebben te maken met letters in het alfabet. Oh! Oh. Ja, oké, okay, hoeveel letters heeft het alfabet? 26. Oké, okay, dus is dat een Z? Ja, Z. De vijfde is een E. A, B, C, de vijftiende? E, dus 26. Z, en de vijftiende? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Zoom. Oh, het? Of dit was een Z? Z. Zoom staat er nu. En dan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ja, zoek. Zoek. De? Nee, want A, B, C, D, E, F, H, I. Zoek in. Zoek in. Ja. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E. Zoek in het. Ja, zwembad. Ja, sowieso. Okay, ja. Zoek in het zwembad. Je had het goed, Lars. Ja, ja, ja. Ik denk vooruit. Zoeken, zoeken in Orbeez. Water is wel even bijna weg gewoon. Oh my god. Ik ga mee helpen zoeken. Oh. Wat zal hierin liggen? Je moet het denk ik filteren, dus je moet het zo omhoog halen. Ik denk dat het op de bodem ligt. Dat deed ik ook. Wat zal... Oh, heb ik... Oh nee. Dit is een stop. Ik heb hier een stop te pakken. Als ik die eruit trek, dan... Lekker. Wat kan hierin liggen, mensen? Dit is niet te doen in 1 miljoen Orbeez iets vinden. Ja, tenzij het groter is, zeg maar, dan Orbeez. Besef, het is gewoon een speld in een Orbeez bad. Ja, hoe moeten dat vinden, jongens? Een beetje voet erin gaan. Ja. Ik heb het. Heb je het? Ja! Yes! Lekker. Zie je, dat is best te doen. Lekker! Wat? Oh mijn god. Heb je dit wel gezien? Nee. Er zit gewoon een slot op de koelkast. Yo! Kijk dan! Oei, yo! Jeetje!
Oké, wat staat erin? Oké, volgens mij is dit alleen een puzzelstuk. Een puzzelstuk. Oh, nee, valt iets. Oké, nou, we hebben in ieder geval een extra puzzelstuk. Ja, deze leggen we meteen bij de rest. Hoppakee. Wat gaat dit worden? Oké, luister. Gooi dit balletje vanaf de streep in het doelwit. Pas als hij raak is, mag je de beloning pakken. Dus dat is daarin. Yes. Dat was wat ik zei. Ja, omdat het balletje. Oké, let's go. Let's go. Iedereen om de beurt. Ja. Vanaf de streep. Dit is de streep. Oké, Lars die gaat als eerst. Dit wordt moeilijk. Laten we allemaal twee keer achter elkaar gaan. Ja. Want dit wordt echt moeilijk. Dit wordt echt heel moeilijk. Als die met een meer boogje komt. Dat is echt super moeilijk. Oei. Komt ie. Wow, dit wordt echt heel moeilijk. Oh, die was bijna. Ah, mis. Jammer. Oké, ga maar meteen nog een keer en zo. Dan ga ik daarna weer. Het is hem. Mis. Dat was wel dichtbij. Oh! Dat is moeilijk, we gaan het ding ook slopen. Ik ben bijna op een streak. Kom op, Lars, doe het. Oh! Die was zo dichtbij. Kom op. Iedereen is op een streak. Ongelooflijk. Doe maar, Mees. Ja? Ja. Mees, dit is je moment. Kom op, Mees. Nee, die was iets te hard. Het is moeilijk hoor. Nee. Hebben jullie dit zelf wel gedaan? Ja. Ja? Ja. Is gelukt. Ja. Oh, het is mogelijk, mogelijk. Hij was letterlijk erin, alleen hij stuifde er schuin uit. Oh my god. Oh! Hey! Hij mag eruit. Lekker hoor. Kijk, daar hebben we de sleutels. We gaan nu naar de koelkast. En hier in de koelkast, mijn gevoel zegt dat daar weer een puzzelstukje in ligt. Alsjeblieft. Dankjewel, Mees. Zo, dit is wel echt ziek bedacht. Ja, jezus, dit is niet normaal hoor. En niet normaal. Kijk. Ik moet deze. Ja, yes. Oké, gaan we allebei kijken over. Ja, is het de koelkast of is het de vriezer? Hey, een ei. Een ei. We moeten weer iets oplossen. Hier, een puzzelstukje. Die gleed gewoon onder. Kijk, we hebben weer een puzzelstukje. Zal ik deze snel oplossen? Goed. Ja, is goed. Dan gaan jullie kijken voor. Leg die puzzelstukjes alvast aan elkaar. Nou, er zit hier verder niks in de koelkast. Er is wel een ei. Het is gewoon een ei, hè? Zit er gewoon in. We moeten iets met het ei doen. Er staat iets op. Oké, wat voor woord kan het zijn? Wat was 15 ook weer? Die hadden we daar ook. Dit is een W. Nee, X. W, X. Dit is een L? Wel. Welk? Nee, dat is wel een X. Ja. Wel, dit is een X. Het is gewoon welk. Alleen ze hebben het denk ik fout gedaan. Ja, ik denk dat dit een W is. Want Excel kan niet. Ja, dat is een W. Dit is een W. Welk liedje? Liedje? Een J moet hier. Zing je ei-lied. Zing je eilied. Zing je eilied. Oh, ja. Ah, wil je aasje? Wat heb jij mooi strik om je aardjes. Ja, de deur gaat open. Ja. Oh, jullie moeten het ook zingen. Maar ik ken het niet. Ik ken het liedje niet. Ja, die heb ik net gezongen. Wil jij eitjes zien? Wil jij een mooie strik om mijn eitje? Ja. Dat is het. Nee. Woe! Okay. Oh mijn god! Freedom! Kijk wat hier is dan. Hé, een schaar, dat is handig. Hey, nice. Hey, dit is een lenigheidsdingetje. Ga op je buik liggen en pak de puzzelstukjes. Ja. Oké, dat is één puzzelstukje. Hebben we de puzzelstukjes mee? Ja, ja, tuurlijk. Kijk, ik was super snel. Ik kan hier ook in één keer over en spelen. Mag niks aanraken natuurlijk. 2. We moeten naar die kamer, dus we moeten met z'n allen daarheen. Ja. Wil jij eerst, Lars? Ja, is goed. Zal ik de puzzelstukjes mee nemen? Neem jij de puzzelstukjes mee. Geef er maar ook onderdoor. Oh, dat is een stukje van de puzzelnap, jongens. Ja. Hey, wat denk je? Die zat in de water. In de water. Ga je er ook onderdoor? Dat moet allemaal in die studio. Pas op, hè. Anders word je gelezerd. Gelezerd. Hé. Hey. Ja, ik heb de puzzels hier.
Kan die deur al open of niet? Ja, denk ik. Maar ja, laten we doen. Ja. Zal ik hier overheen springen? Zo er precies tussen? Ja, is goed. Nee, mee, straks raak je het. Nee, joh. Ja, je raakte het. Ja. Wat betekent dat? Ben ik dan dood? Oh, ik ben niet dood. Ja, nee! Dus... Ik dacht, ik probeer nog even wat extremers. Oké, hier zijn we. In de studio. En wat ligt hier, dames en heren, op het bureau? Van code naar wachtwoord. Van code naar wachtwoord. Oké, we moeten hier iets mee doen. Maar wat is dit dan? Dit moet ook iets zijn. Dit moet iets zijn wat we moeten oplossen. Zou het gewoon een vierkantje zijn? Want ik zie wel hoekjes hier zo. Van code naar wachtwoord. Dit staat er, want dat hebben de mensen nog niet gezien. Kleine letters. Het heeft iets hier mee te maken. Hoeveel zijn er zo? Wacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Van code naar wachtwoord. Er staat Anna is Nicole. Nicole is Myron. Myron is Mace. Mace is Lars. Lars en zo. En ze Milan. Gert over oma Pascoe. Daniel, Duivel, Sers. Kim, Myron, Myron, Shenzhen, Boos, Boos, Milan, Anton. Dennis, Dennis en zo. En zo is klaar. Huh? Wow. Nu worden onze breinen gekraakt. Ja, zeker. Ik, doe jullie dat maar oplossen. Ga ik dit hier maar. Ja, wij moeten de code kraken. Ik ga ook even een stoeltje erbij pakken. Wachtwoord is kleine letters. Maar ik snap sowieso niet waar je moet beginnen. Nee. Oh, je moet wel... Kijk, als je dit in die doet, dan is het 2662. Wachtwoord is kleine letters. Wacht. Hier, wacht. Hier is de laptop. Nee, dat is niet. Ja, wachtwoord is kleine letters. Dacht dat ik een typisch kleine letters. Nee, ik weet wat het wachtwoord is. We lossen het niet op, maar ik doe een gokje. Nee, ook niet. Wat dacht je dan? Ik dacht, kijk, want je hebt hier stipjes op staan. Ja. Er staan 1, 2, 3, 4, 5, 6 stipjes op. Corona. Ah. Dat was op zich wel een goede geweest. Een goede idee, ja. Ik denk dat ik die met Mike heb. Ja, denk je met die puzzel? Ja, we moeten die puzzel toch op. Hé! Hey. Nee. Hè? Die puzzel is echt niet normaal moeilijk. Maar ja, dit wordt wel zo, 100%. Dit kan niet anders dan het zo moet. Wat heeft die te maken met dit weer? Het is een A4'tje. Dat is een A4'tje, mensen. Dus laten we het oplossen met z'n allen. Je hebt hier al twee stukjes die zo bij elkaar passen. Nee, dat zijn... Ah, ja. Kijk. Ja, dit is hem. Kijk, deze hoort hier aan elkaar. Dus kijk. Ja. Deze zo. Deze hier. Ja. Nice. Oh, dat is het al? Staat er nu iets? Wat staat er? 9Z. 9Z. Maar dit moet er nog bij, sowieso. Ja, zo. Zo, en dan die ja, daar. Ja, wat staat er nu? 2, 7, 6. Nee, 2, Z, 6. Nee, is een 9. Nee, want hier staat een streep onder. 9, Z. 2. 7. We moeten het vanaf deze kant lezen. Vanaf deze zes, kant? 6, nu is het een 6. Even zoals een gemaaid. 2, Z. Een 2, Z, 6. Wat is dit? Dit is gewoon lelijk. Dit is een 6. 2, Z... 7. Nee, het zijn allemaal cijfers. Oh, het zijn allemaal cijfers. 2, 6. 2, 6. 7, 6. 2, 6, 7, 6. Oké. Nee, dat is het niet. Jawel. Het is sowieso een 2. Jongens, twee. Wie schrijft zulke cijfers? Het moet toch een beetje moeilijk zijn? Het is sowieso een 6. Is dit een 6? Ja. A. En dit is een 2. Ja. En dit is een 7. Nee. Dat is een 2. Dit is een 2. Ja. En dit is een 6. Nee. Dit is een 9. Ja. Oh, omdat hier de streep onder staat. 2, 6, 2, 9. 2, 6, 2, 9. A, M, A, W. Wat krijg je nu? A, M, A, W. Hebben we niet hier mensen met een A, Anna? M, Myron. Je moet hier kijken bij de namen. Want hier zit A, B, C. Dus dan moet je alle namen kijken met een A, B, C. Die ergens daarmee beginnen. Dan heb je Anna. Of heb je Boas. Nee, het is toch geen B, het is een A. Nee, want als je meerdere keren indrukt is het toch A, B of C. Dus A, nou in dit geval kan B, O, A, Z zijn. Boas. Want dat is een Z toch? Ja, Boas. Boas is... Milan. Boas is ook Milan. Dus Milan is 6.
Waar is de i? 6, 4. 6, 4, 5, 2, 6. 6, 4, 5, 2, 6. Dus dan moet gewoon Milan intypen. Milan intypen. Nee, kijk. Je moet het wachtwoord en dan dit er nog achter. Oh ja, dus Milan x 1, 2, 3. Milan x 1, 2, 3 uitroepteken. Nee. Doe eens corona x 1, 2, 3 uitroepteken, heb je dat al gedaan? Nee. Ja! Het was wel corona. Nee. Oh, hij is aan het laden. We schreeuwen al, maar hij is aan het laden. Dat was niet corona. Waarom doe ik dit dan? Dat jullie een verslag hebben gemaakt. Dit gaat van onze tijd af! Dit kan toch niet? Computer! Oh, gewoon een nieuwe kopen! Het is hem echt niet. Nou, het is hem niet. De corona is het niet. Oké, okay, de computer loopt alleen vast nu. Ja, want er staat welkom. Huh? Maar waarom ben je dag is onja. Oké, okay, ja, dag dit was onjuist. Ik weet het niet. Je had hem goed hoor, die eerste keer had je hem goed. Milan. Milan. Zonder hoofdletters, hè? Ja, ja. Milan, x, 1, 2, 3, uitroepteken. X wel met een hoofdletter. Oh, ja. Daar staat toch een grote X? Nou, ik kan er geen grote X van maken. Hoor. Nee, we hadden hem goed. We hebben het opgelost. Stop nee, de tijd. Hey, wacht nog even. Oh. Ik ben nog niet weg. Hey, maar dit... Milan, X, 1, 2, 3, uitroepteken. Oh, we hebben een video. We hebben een video. Wie is die ontvoerder? Wie is die ontvoerder? Ik ben het. Je eigen broer. Ja, jullie dachten... Ik kan eindelijk weer naar buiten. Ik kan eindelijk weer contact hebben. Nou, gefeliciteerd hoor. Jullie hebben het opgelost. Heel goed gedaan. Nu denk je, ik mag eindelijk weer naar buiten. Ik mag eindelijk weer contact met de buitenwereld. Maar nee, jullie zitten nog steeds in quarantaine. Oké, ga dan maar weer verder. Ik ben weg. Wat is dit? Dit is het einde. We hebben daar 47 minuten en 48 seconden over gedaan. Met eindvideo, dus maak er 46 van. Holy fuck! Ja, lekker! Woo! Yes! Dit was echt een te vette escape room. Ja, serieus. Ja, dit hebben jullie zo ziek gedaan. Echt insane. Ja, echt heel erg vet. Echt niet normaal. Vet ook dat Milan even een video heeft gemaakt. Geniaal. Echt geniaal. Wow, ik ben echt gewoon flabbergasted van. Ja, ik ben echt onder de indruk. Wat een talent, hè? Wat een talent hebben wij. Ja, dat is niet normaal. Ik had hoe wel... komen jullie hierop überhaupt? Ja, dat is echt knap. Ook met, sowieso moest dat bad, dat Orbeez bad... Maar wat zit er in mijn bad? Wat is dat slijm? Slijm, ja. Vond dat jij gekast, ik had het niet mee. Oh, er zat allemaal slijm in. Jij moest erin voelen. En was Mees weer het slachtoffer. Ja, hij moest er voelen. Ik ging vissen, ik had meteen... Het... Goeie eentje. Nice. Met het vis had ik meteen het goede eentje. En de sleutel onder de toiletbril. Ja, maar het was ook gewoon leuk om jullie te horen en dan hardop na te denken. Ja, nee, het wachtwoord is, je kan de pot op. En ik stond echt zo, nee, kom op, denk door. En toen ineens iemand, hey, maar we moeten nog een sleutel hebben. Ja. Dacht ik de pot op deed. Dacht ja. Nee, maar weet je wat het is? Je roept allemaal dingen. En dan roept hij iets. En dan denk ik, oké, dat is het dan niet. Terwijl het misschien dat wel is. En dan hadden we met Mees ook bij de wc. Mees, nee, die heb ik al dicht gedaan. Dus ik denk, oh, dan is dat het was niet meer. Want dat check je dan wel even. Maar dat was helemaal nog niet gecheckt. Dus dat is wel grappig. Ja. Ja, dit was echt geniaal. Dus dames en heren, allemaal even een duimpje omhoog. Voor Myron en Nicole. Want jullie hebben het echt heel erg nice gefixt. Echt, echt serieus. Petje af. Ik heb er echt alles aan gedaan om de pizza niet te laten vallen. Lekker man. Pizza! Lars! Lekker Lars. Dank je. Iedereen is al aan het slapen. Slaap lekker Mees. Zoals ik al zei, iedereen is aan het slapen. Het is namelijk ook, en dit is echt heel erg, het is 5 uur in de nacht. Of kan je dat eigenlijk al ochtend noemen? Ik heb gewoon, nou, ik denk bijna 7 uur lang achter elkaar Call of Duty Modern Warfare gespeeld samen met Lars. Hij speelt het op de Xbox One hier zo. En ik speel het op mijn computer.
En het was super gezellig. We hebben het enorm naar ons zin gehad. Lars nu ook naar bed. Ik ga nu ook naar bed. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik zie jullie morgen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol power!